als ik voor het eerst een instrument moest kiezen, dan zag ik de saxofoon meteen staan. Het is een prachtig instrument en daarnaast was het ook heel divers. Je kan er alle stijlen mee spelen, je kan er pop en jazz en klassiek allemaal mee spelen. Het kan ook heel zacht, heel mooi en gevoelig en melodisch spelen. En daarnaast kan het ook super energiek en hard en ritmisch en luid spelen. En dat vond ik er al meteen heel leuk aan. Ik wist al dat ik er alles mee kon doen wat ik zou willen. En dat ik me niet zou beperken tot één klein deel van de muziek, maar dat ik er alles mee kon verkennen. En dat is ook uiteindelijk zo gebleken, want ik hou van het instrument. Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje anders gegaan. Want de eerste keer dat ik thuis zei, ik wil saxofoon spelen, was ik 6-7 jaar. En op dat moment beseft je ook nog niet hoe je wat het gaat inhouden. Je hebt het gehoord en dat klinkt mooi. Je wilt dat proberen en uiteindelijk is het iets geworden dat een zeer prominente plaats heeft ingenomen in mijn leven, omdat ik het ook door die jaren aan het conservatorium helemaal heb kunnen ontdekken van binnen en van buiten. En ja, doordat het die prominente plaats heeft ingenomen, is het ook niet iets dat ik uit mijn leven zie verdwijnen en ook helemaal niet wil dat uit mijn leven zou verdwijnen. Een nieuwe lichting podiumkunstenaar zwaait af aan het Mechelse Conservatorium. Benieuwd naar wat zij in petto hebben? Volg dan zeker onze Facebook livestream of luister naar Stadsradio Vlaanderen. We geven deze artiesten op 19 juni nog één keer het mooiste podium van de stad.